Welkom, Fouke Boy. Zeg ik na het verlies van vorige week, of na het gelijkspel, excuseer, van vorige week, mocht een verlies vandaag eigenlijk niet ingecalculeerd worden? Of was dat te hoog gegrepen, hier komen winnen? Nou, ik denk als je naar de ranglijst kijkt, dan geldt dat voor iedere wedstrijd. Dus dat is niet zo moeilijk. Wij zijn hier absoluut met intenties naartoe gegaan om te willen winnen, uiteraard. Niet om niet te verliezen, alleen dat heb ik de eerste helft niet gezien. De eerste helft, het is eigenlijk voor ons een wedstrijd met twee gezichten geweest. De eerste helft, geen agressiviteit, persoonlijke duels werden niet gewonnen, apathisch, te weinig balvast voorin. Een beetje hetzelfde beeld als Lierse uit. Ja, dus daar heb ik in de rust iets over gezegd. Ook een aantal jongens op scherp gezet van ja, als het niet linksom is, dan rechtsom. Dus ik geef nog iets meer ietsjes tijd, maar dan moet ik wel verbetering zien. Ik heb dat enerzijds wel, anderzijds niet gezien. Tweede helft zijn we gewoon beter aan de wedstrijd begonnen. En dan zie je ook meer en meer het ware gezicht van cirkelen en wat wij kunnen. Alleen, een wedstrijd is 90 minuten. Die begint om 2:30 en niet om 3:30. Dus we hebben het eigenlijk, hebben wij het verkloten in de eerste helft. Want dan moet je toch weer erachteraan. Ik denk dat het aan de keeper is te danken dat de uitslag met rust slechts 1-0 was. Dus aangegeven, als je het wil veranderen, dan is nu het moment om het te veranderen. Want anders kun je het vergeten. Dat hebben ze wel gedaan. En we hebben daarin ook in die fase onze kansen gecreëerd. Het zijn er twee geweest. Maar uiteindelijk gaat het erom, hou je de controle zo lang mogelijk vast. En dat lukte niet, want de 2-0 was uiteindelijk de nekslag. En ik zeg ook dat Lokeren het verdiende te winnen, deze wedstrijd. Maar ja, de tweede helft, dan spelen we meer en meer om te winnen. En dan gebeurt het wel. Het is wat dat betreft moeilijk, want je moet het nemen. Je bent sportman, je wil veel, je wil winnen. Dus dat is teleurstellend. Helaas. Verder is het zo dat wij natuurlijk met elkaar aan het kijken zijn van wat zijn mogelijkheden om ons te versterken. En als dat zo is, dan zal dat met name defensief moeten zijn. Maar wel binnen de middelen. Nu is het tijdelijk rust, een weekje. En dan gaan we de laatste fase in, nog 8 wedstrijden. Nogmaals, ik wist waar ik aan begon. Ik kreeg net ook de vraag van, zie je het nog wel zitten? Nou ja, dat vind ik zo'n domme vraag. Zie je het nog wel zitten? Als ik kijk naar het team wat best wel zwaar heeft, maar toch de mentale veerkracht heeft om dan wel weer op te staan en ervoor te gaan. Dan die laat je niet in de steek. Daar ben ik ook niet voor gekomen. Om mensen in de steek te laten. Ik ben nog steeds trots en ik ben nog steeds blij dat ik bij Cercle werk. Wij zullen er alles aan doen om het vegenlijf te redden. En daar zijn nog 8 wedstrijden voor.